Goedendag. Het is op en top zomerweer in Nederland en sinds gisteren schijnt de zon volop. Dit was gisteren aan het strand, mooie blauwe luchten. En de komende dagen gaan we die blauwe luchten vaker zien. En wat verder opvalt deze week is dat we waarschijnlijk vaak lichtende nachtwolken kunnen bekijken, want het is helder weer, rustig weer en we zitten zo nu net na de landse dag. En dan blijft het de hele nacht, zeker in het noorden van het land, toch wel schemeren. En dat zijn dan ideale condities voor die mooie lichtende nachtwolken. Als we naar de weerkaart kijken, zien we een groot hoge drukgebied net ten noorden van Nederland liggen. En de komende dagen blijft dat hoge drukgebied min of meer op positie. Zorgt voor een aanvoer vanaf het continent, een oostenwind. Aanvoer van droge en ook warme lucht. En daarbij blijft het ook helemaal droog. We zien wel later in de week storingen dichterbij komen. Maar voorlopig lukt het die storingen nog niet om ons land te bereiken. Het is echt een prachtige en mooie zonnige zomerweek. Vandaag dus ook. Vandaag veel ruimte voor de zon. Temperaturen aan de kust 21 graden, landinwaarts op uitgebreide schaal al zomerse waarde van 25 of zelfs 26 graden in Limburg. Daarbij veel ruimte voor de zon. Misschien dat er in het zuiden van het land een paar stapelwolken voorkomen, maar de zon blijft daar goed doorheen schijnen. En wat verder opvalt is het ontbreken van de wind. Die is veelal zwak uit de noordoostelijke richting. En vanavond blijft het ook lang aangenaam. Dit zijn de temperaturen zo rond een uur of 9. En dan zien we in het noorden van het land de temperatuur al wel onder de 20 graden. Maar een groot deel van het land zien we toch nog temperaturen van 21, 22. In stedelijk gebied zelfs 23 graden. Nog steeds weinig wind. En ja, tot zonsopkomst, zonsondergang, dat is rond 10 uur volop ruimte voor de zon. En komende nacht blijft het dan ook helder. Uiteindelijk zien we minima richting 13 graden. In het noordoosten misschien zelfs wel even 11 graden. En bij weinig wind kan er een ondiepe mistbank ontstaan. Stelt allemaal niet veel voor. En morgenochtend is het ook snel weer weg met de mist. En dan schijnt de zon weer volop. Waarschijnlijk is de kans op stapelwolken iets kleiner. Het wordt nog wat warmer met een wind die wat verder naar het oosten draait. En dan wordt het zo'n 25 tot 28 graden. Aan de kust kan later op de dag wel een verfrissend windje vanaf zee komen te staan. Maar ook daar blijft de temperatuur toch wel boven de 20 graden. En morgenavond als Nederland tegen Oostenrijk speelt, is het ook nog steeds zonnig, hoge temperaturen. Ja, ik denk toch temperaturen nog ruim boven de 25 graden. Dus ideaal weer om nog even buiten het voetbal te bekijken. En woensdag wordt het nog wat warmer. De wind draait nog net iets meer naar het oosten, trekt ietsjes aan en voert warmere lucht aan. In het binnenland 28, 29 graden. Een paar stapelwolken later op de dag in het oosten. En misschien dat het lokaal zelfs al 30 graden wordt. En donderdag nog zo'n warme dag. Misschien op meer plaatsen een enkele dertiger. En de stapelwolken die nemen wel iets toe in de loop van de dag. En misschien dat aan de grens met Duitsland tijdens de namiddag of een avond tot een onweersbui komt. Maar op de meeste plaatsen droog. Maar vanaf vrijdag draait de wind toch weer naar het westen. Wordt het allemaal iets aangenamer. Temperaturen van 20, 21 graden. Vrijdagochtend nog een paar buien. En misschien zondagmiddag ook. Maar tussendoor veel ruimte voor de zon. En over het algemeen echt wel vriendelijk weer. We hebben dus echt mooi zomerweer te pakken deze week. Ik wens u een fijne week.